Het is wel een interessant beeld omdat hij verschillende vormen heeft, zeg maar, van spits en bol lopend. En roept het ontspanning of gespannen, eerder gespannenheid toch? Voor mij. Niet dat het echt een ontspannen indruk maakt. Kun je zeggen waardoor? Waarom? Ik denk dat vooral die spitse dingen dat doen. En ook dat hier dat stuk wat zo naar achteren loopt. Want hier, kijk, als ik hem zo zou draaien, dan zou ik zeggen van de voorkant doet een beetje ontspannen aan. Zo van gewoon lekker op je gemak zitten. Zoals ik in de stoel kan zitten, zeg maar, een beetje met mijn knieën omhoog en dan. Mijn armen er een beetje omheen geslagen, zo een beetje mijmerend. Dan zou ik denken, dit is een beetje ontspannen. Maar ga ik dan verder naar boven, dan heeft het weer iets gespannener, zo van iets krampachtigs. Door die vorm ga je juist vaak veel fantaseren, denk ik. Dus hoe vaker je eraan voelt, hoe meer je er iets bij gaat bedenken wat het niet dat per se iets hoeft te zijn, maar wel dat je er ook gevoelens bij gaat bedenken.